Dus dan werk ik daarop door. Ik ondervraag meerdere mensen. Ik ga op een duur bij de inrichters van die koersen bijstaan, dat die mij ook leren kennen. He, gelijk bij de Grote Scheldeprijs, door mijn goede vriend en streekgenoot Piet Oeniebrand, verleden jaar gestorven. He, dus door mijn goede vriend 3 keer gewonnen. He, en dus ik ga met die mensen daar eens praten, met mensen die een merk hebben en dat steunen, bijvoorbeeld Flandriaan, bijvoorbeeld Poedersman destijds ook. Hè. Die mensen in die tijd, dat waren ook merken van hier en daar konden mee praten en je voelde ook de christelijkheid bij die mensen. Wat je tegenwoordig niet dikwijls meer bij mensen voelt. Dus u hoorde eerst naar de klachten van de renners en u bracht deze dan naar de organisatoren en sponsors? Ja, wel, ik wilde luisteren hoe de zaken zo was hadden, om nauwer contact te krijgen. En dan kom je ook bij die mensen die aan de meet staan en die eigenlijk dus de, hoe moet ik het weer al noemen, de beoordelaars, ja, de arbiter, maar het is het goede woord niet, hè. Alleen de afgevaardigden ja. van de BBB, van de Belgische Wielersbond. Ja. Dus, en dan leerde jij die mensen kennen. En dan begint jij over gedachten te spreken, die je zelf uit. En dan komt je meer en meer daarop uit. Dat ging over verschillende zaken. Onder andere dat zij altijd in dienst moesten rijden van die kopman. Maar dat dat niet veel opbracht. Ja. Hadden zij tot dan toe misschien geen idee van die wantoestanden? Of? Die hebben er wel idee van en sommigen toch zeker. Dat is klaar. Maar die moeten veel door de vingers zien. Dat is voor die mensen. Kijk eens wat er zich nu afspeelt bij de wieler en bij de voetbal dingen, organisatie hier in België. Ja, dat is ook. Ja, ja. Bekijk dat eens. Die moeten schipperen en doen. Schipperen, zien dat ze met iedereen blijven overeenkomen. Of anders moeten ze zeggen, het kan me niet schelen als ze mij afdanken. En dat ik zoveel tienduizenden francs, duizenden euro enzovoort, kwijt ben dit jaar. En elk jaar. Dat ik mijn job kwijt ben. Ja, ja.